Je hebt binnenkort een intakegesprek. Om hierop voor te bereiden, vul je vragenlijsten in. Deze gaan over je huidige klachten. Jouw intaker kan je meer vertellen over de uitkomsten van deze vragenlijsten. Het is belangrijk deze vragenlijsten uiterlijk een week voor de afspraak in te vullen. Zo kunnen we na de intake een goed advies geven. Tijdens het intakegesprek bespreken we de reden van aanmelding, je belangrijkste klachten en je hulpvraag voor behandeling. De intake is met een psycholoog en duurt 1,5 tot 2 uur. Het laatste half uur sluit de regiebehandelaar aan die ervaren is in diagnostiek. Het is fijn als je iemand, bijvoorbeeld een familielid, partner of vriend, meeneemt. Deze kan een waardevolle blik bieden wat ons kan helpen. Hierna overleggen we in ons team over het advies en beslissen we of we jou goed kunnen helpen. Daarna volgt een adviesgesprek met de psycholoog. Kom je in behandeling bij ons? Dan maken we met jou een behandelplan. Als we denken dat je beter ergens anders geholpen kunt worden, verwijzen we je door. Het Sinai Centrum staat voor je klaar.